Momenteel winderig. Ja. Ja, maar... Hoor je bellen? Maar ben je vrijwilliger? Doe je het gratis? Nee. Het is gewoon betaalde baan. Seizoenswerk. En wat moet je ervoor kunnen? Inzicht hebben. Mensenkennis. Rijbewijs, BE, heb je nodig. Zoveel rijervaring. En je krijgt dus ook een opleiding van een paar weken. En ook wel een beetje je talen kunnen spreken. Engels, Duits. Dat zijn toch wel Nederlands uiteraard ook. Wat vind je leuk aan dit werk? Omgaan met mensen. Iedere dag is weer verschillend. Ja. Zijn ze aardig, de mensen? Ja, het is algemeen wel. Ja, het is ook een beetje hoe je jezelf opstelt. Hè? En of je mensen wil helpen of niet. Daar hangt toch wel heel veel van af. Helpen met rolstoelen eventueel die mee moeten, rollators. En wat vinden ze van Scheveningen? Druk. Druk. Wel mooi, maar druk. En ook wel mensen die hier een tijd niet geweest zijn, ook oud-Scheveningers, die vinden het wel heel erg volgebouwd allemaal. Dus zeker ook bij het havengebied en bij de bij het koorhout. Die vinden het toch wel heel erg veranderd. Ik vind eigenlijk wel, om daar even op terug te komen, tot er genoeg gebouwd is. Ik vind het eigenlijk jammer tot het gedeelte bij de haven, het havengebied. Dat was altijd een open gebied, zeg maar. Daar had je nog ver gezicht op zee. En dat verdwijnt nu helemaal door de nieuwbouw. Ook onder andere tot er een hotel gebouwd wordt. Ja, en dat trekt natuurlijk nog meer bebouwing aan. Extra verkeersdruk. En dat vind ik jammer. Dat vind ik echt jammer. De wijdheid verdwijnt. Je hebt natuurlijk al bij Scheveningen Bad, heb je natuurlijk al hoogbouw. En het laatste stukje wat nog eigenlijk een beetje ongeschonden is bij de havenhoofden, dat wordt nu ook volgebouwd. Dat vind ik echt jammer. We staan hier bij de tentoonstelling van Noordzeevis uit Scheveningen. Mijn naam is Suzanne van der Peil. Ik ben een van de bestuursleden van de stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Maar ik wil graag als eerste even het woord geven aan Matthijs den Heijer. Hij is de voorzitter van de stichting. Zoals je ziet, hartstikke mooie expositie. Ter ere van 200 jaar badplaats Scheveningen. Het is precies 200 jaar geleden dat Jacob Pronk hier een badhuis heeft geopend. En dat het vanaf dat moment officieel ook een badplaats was. Maar Scheveningen als plaats, en dan eigenlijk specifieker nog als vissersplaats, gaan nog een stukje verder. Scheveningen met naam en toenaam werd in de 12e en rond de 12e, 13e eeuw als Scheveningen al genoemd. En toen werd er eigenlijk al gevist op vis en werd het al hier verkocht. En dus om een idee te geven, Scheveningen als badplaats 200 jaar, maar Scheveningen als vissersplaats gaat nog veel verder. En zo is het maar net. Als we dat even achter in je hoofd op een belangrijke map opslaan, zou je denken, nou, dat Scheveningen, hè, wordt zo heel lang gevist. We hebben tegenwoordig een van de modernste floten ter wereld, qua visserschepen. En met betrekking tot duurzaamheid is de Noordzee eigenlijk een van de best gereguleerde zeeën ter wereld. Zo niet de. Dus je kan echt wel spreken van een groene zee. Ja, dus hoor ik jullie denken, mooi verhaal Matthijs. Er wordt hier dus door ambachtslieden wordt hier gevist. En we brengen hier mooie producten aan zee. Dus dat eten we hier ook met z'n allen. Nou, dat is dus helaas niet waar. Het tegenovergestelde is waar. 80-85% wordt geëxporteerd naar het buitenland. En dat vinden wij hartstikke zonde. En dan kom ik eigenlijk weer terug bij de stichting. Daarom is de stichting ontstaan. 3 jaar geleden hebben we gezeten met lokale ondernemers en de Rabobank. En hebben gekeken naar wat kunnen we nou meer halen uit een stukje Scheveningen. Nou, dat is dus eigenlijk wat ik net zei. We hebben hier prachtig mooie producten die we uit de zee kunnen vissen. Waarbij eigenlijk, als je kijkt naar het product aan zich, is het een van de meest onbewerkte producten binnen de hele voedselindustrie. Want als we even kijken naar vis, hè, we zien hier de zee. Die vissen zwemmen heel hun leven zelf rond. Maar een koe en een varken zetten we bijvoorbeeld in de wei en die gaan we voeren. Misschien voegen we zelf wat toe aan het vlees. De eerste menselijke interventie bij het stukje vis is het feit dat wij het opvissen. En alsnog gaat het allemaal naar het buitenland. Nou, hoe komt dat? Ik zie jullie denken, hoe kan dat dan? Mooi verhaal, maar hoe kan dat dan? Nou, dat heeft te maken dat vis een imagoprobleem heeft. En dat er eigenlijk vanuit de jaren 60 altijd is neergekeken op het eten van vis. En het heeft iets vies op een of andere manier. En het is eigenlijk met name voor de armen. En dat proberen wij eigenlijk met deze stichting totaal om te gaan wentelen. En we hebben nu een stichting opgericht 3 jaar geleden.
En we hebben een x-aantal ambassadeurs. We hebben een beeldmerk laten ontwikkelen. En steeds meer ambassadeurs worden lid. We organiseren 4 keer per jaar community meetings. Waarbij we dus ondernemers proberen te enthousiasmeren. Om meer lokale vissoorten te gaan verkopen. En dat lukt ons per nu hartstikke goed.